Welkom bij een nieuwe weekly recap. In deze video laat ik een samenvatting van mijn week zien. We beginnen bij de zaterdag. In de ochtend gingen we samen naar de gym. Op zaterdagochtend is het altijd rustig en daar geniet ik enorm van. Na het sporten ging ik me gelijk klaarmaken, maakte ik een ontbijtje en werd het tijd om Milo uit te laten. Vervolgens gingen we met z'n tweeën naar een closet sale en daar heb ik een jas gekocht. En onderweg naar huis hadden we nog bagels gehaald en die hebben we vervolgens thuis opgegeten. En daarna ben ik content gaan maken voor een samenwerking die binnenkort online komt. Ik gebruik altijd een lamp en ik film bijna altijd mijn short content met mijn telefoon. En dit zijn de beelden die ik ervoor heb gemaakt. Einde middag had ik een afspraak bij de nagelsalon. Dit is inmiddels mijn derde bezoek dit jaar en ik vind het echt een heel fijn self-care momentje. Voor avondeten hadden we zalm, broccoli en rijst en dat was alweer mijn zaterdag. Zondag stond ik met mijn goede gedrag weer lekker vroeg in de sportschool en na het sporten maakte ik me direct klaar voor de dag. Later op de ochtend brachten we Milo naar Rits zijn ouders en daarna gingen wij onderweg naar vrienden die in Brabant wonen. Ondertussen nog even gestopt voor een kleine lunch en na ongeveer een rit van 1,5 uur waren we aangekomen bij Shannon en Mike. Daar hebben we de middag gespendeerd. Daarna zijn we onderweg nog wezen stoppen bij de KFC en haalden we Milo weer op en gingen we naar huis. Maandag begon de werkweek weer, klaargemaakt voor de dag, mijn favoriet ontbijtje van dit moment klaargemaakt en toen was het alweer tijd om naar werk te gaan. Tijdens de lunch zaten we lekker op het terras met het team en beginmiddag ging ik naar huis om mij vervolgens om te kleden, want ik had einde middag een event van Amazon. En toen ik thuis was, hadden we avondeten klaargemaakt en dat was alweer mijn maandag. Dinsdag stond er weer werk op de planning, een ontbijtje erin en voordat ik het wist was ik alweer op werk. In de middag maakte ik een aantal foto's van gerechten van het nieuwe zomermenu. En eenmaal thuis maakte Rits eten voor ons klaar. We hadden niet zoveel trek, dus we aten pasta met vissticks. Na het eten ruimde ik even op, bewerkte ik een video op mijn telefoon. En dat was alweer de dinsdag. Woensdag stond een halve werkdag op de planning. Ik maakte me klaar, at weer een wrap met ei als ontbijt en trok mijn nieuwe schoenen aan en ging vervolgens naar werk toe. Tegenwoordig begin ik de dag nu standaard met een iced latte. En na werk kwam een vriendinnetje langs en deden we een koffietje. En er kwamen ook nog een aantal pakketjes voor toekomstige samenwerkingen binnen. Dus die pakte ik uit en ik besloot eigenlijk om gelijk er content mee te maken. En dit zijn de beelden die ik er uiteindelijk voor heb gemaakt. En ik moet zeggen dat ik het altijd leuk vind om content te maken voor merken. En ik kan er altijd wel mijn creativiteit in kwijt. In de avond gingen we samen koken. We maakten curry met kip. Dit hadden we al heel lang niet gegeten en het smaakte onwijs goed. Na het eten gingen we samen met Milo wandelen en daarna speelden we een potje Memory. Ik had voor Valentijnsdag een gepersonaliseerd Memory spel met foto's van Milo laten maken. En dit is onwijs leuk om te doen. Naast dat het een spel is, zijn het ook letterlijk herinneringen van ons. En uiteindelijk was het gelijkspel geworden. Donderdag begon ik de ochtend met een broodje hagelslag, ook wel eens lekker. Toen ging ik Milo uitlaten en ging Rits naar werk. Eenmaal thuis ging ik de was ophangen en maakte ik daarna een matcha latte met mango voor mezelf klaar. Dit is echt mijn favoriete manier van matcha drinken op dit moment. En nadat ik dat had gedaan, werd het tijd om ook zelf aan het werk te gaan.
Ik moet zeggen dat deze dag niet echt mijn dag was en dat is oké. De dag sloten we af met sushi en toen was het alweer vrijdag. Vrijdag werkte ik weer thuis. Ik merkte dat ik deze ochtend echt moeite had met werken. Het was deze dag ruim 27 graden en ik merkte dat ik dan echt traag ben met alles. Maar ja, beter dan je best kan je niet doen. In de middag deed ik wat boodschappen en deed ik eigenlijk alles op mijn gemakje. Er waren nog een aantal dingetjes die ik wilde doen, zoals ja, wat editen. Ik ging ook even mijn kast opruimen en toen werd het alweer tijd voor avondeten. Dat was alweer de vrijdag en zo zijn we ook aangekomen bij het eind van deze weekly recap.